Langs de Sjaal is op de een of andere manier toch het stadion uitgeraakt. Met behulp van een paar dragers. Dus Pala arriveert nog. Het is misschien nog even wachten op de scheidsrechter. Geron in vorm een solo. Wel, Karel Hoefkes als een echte kapitein zijn manschappen opwacht. Ja, er is flink wat druk gezet op door Club Brugge op de scheidsrechters. De burgemeester van Brugge in gesprek met Vincent Manna. Misschien ach, dat nieuwe stadion nog maar een zet is in kraddel. Het was geen makkelijke match voor een solo, wil ik zeggen. Nee, sowieso niet met de sfeer die er voor de voorbije dagen en eigenlijk al heel de play-off lang en play-off heel lang geschapen is. Iedereen loopt op de toppen van zijn tenen en elke beslissing van de scheidsrechter wordt 36 keer gewikt en gewogen. En vooral vaak toch wel door de clubs zelf ja, met een subjectief gewikt en gewogen. Dat maakt het er allemaal niet makkelijker op. Terwijl hij natuurlijk ook die vervelende periode achter de rug heeft met onder meer de bekerfinale. Daar zit Roland du Châtelet en Gilles François. En hier heb je de makker Jean-François de Saar en echtgenoten. Supporters mee naar Brugge. En Christophe Douw, weer even in zijn rol van eenzame wandelaar, moet hij altijd de hymne. En de tos, dus de hoefjes van Holland en een zo.